we zijn hier op Nightcliff Primary School. Dat is een basisschool hier in Australië. Dat zijn we in een shed waar heel hard aan Nuna gewerkt kan worden. En we hebben een aantal klaslokalen die we gebruiken als kantoren. Previous editions we always bought our solar array from manufacturers, and this year we decided to do it ourselves. So we could use our own lamination techniques with the DSM laminate we have, which we can clean. Because we can clean it, we can remove dust and other dirt from the panel, which makes our array more efficient. Ja, het ging echt super goed. Het was mijn allereerste keer op de openbare weg hier in Australië. Eerste keer in de hitte en de eerste keer dat Nuna eigenlijk volledig race ready was. Dus het was echt top om een keertje te doen en het voelde erg goed.